What's up, dames en heren? Het nieuwe Formule 1 seizoen staat op het punt te beginnen en ik kan absoluut niet wachten. Oh, wat heeft het toch lang geduurd. En wat ben ik benieuwd met de nieuwe type auto's die we hebben. Om dat te vieren gaan we vandaag heel even een race rijden hier op Bahrein. Helaas nog wel Formule 1 2021, want 22 is nog niet uit. Dat duurt nog heel even, volgens mij is dat rond juli dat we die kunnen verwachten. Maar we gaan vandaag, misschien heb je het natuurlijk al een beetje gezien, voor een andere auto. We kiezen vandaag voor de auto van Charles Leclerc, Ferrari. En waarom doen we dat? Dat heeft simpelweg mee te maken met het feit dat de voortekenen bijzonder gunstig zijn voor Ferrari. Die hebben natuurlijk het ongelooflijk zwaar gehad de afgelopen twee seizoenen. Afgelopen seizoen weer een klein beetje de weg omhoog ingezet. En dit seizoen moet het seizoen zijn waarbij ze de vruchten gaan plukken van hun focus op de 2022 auto. Het ziet er vooralsnog goed uit. Charles Leclerc zat er dichtbij tijdens de vrije trainingen wat betreft de tijd van Max Verstappen. Dat kan een heleboel redenen hebben. Fuel loads, engine mappings. Maakt allemaal niet uit. Het ziet er vooralsnog in ieder geval goed uit. En wij gaan dan ook een race rijden op Bahrein in de auto van Leclerc. Dan zijn we op het circuit van Bahrein. En we racen dit keer met de PlayStation 5 versie van Formule 1 2021. Dat is net wat makkelijker qua capturen van beeld. Vandaar onze Formule 1 2022 League die begint deze zondag. Om 8 uur in de avond natuurlijk. En die racen we nog op PC. Echter, Formule 1 2022 gaat crossplay worden. Dus PlayStation 4, Xbox, PC, noem het allemaal maar op. Die kunnen straks tegen elkaar gaan racen. Alleen moeten we dan nog wel heel even wachten tot de 2022 release. Mocht je dus mee willen doen met de F1 2022 League, laat het weten. Meld je aan op Discord. Link hieronder in de beschrijving. En je bent van harte welkom om mee te doen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, moet ik zeggen. Kijken vanaf welke plek we gaan beginnen. Good job yesterday from Valtteri Bottas. Eerste plaats voor Bottas, oké. Max Verstappen op P2. En met ons al wel P3 zijn dan, gok ik. Perez op P3, oké. Daniel Ricciardo. Ricciardo op 5, wij op 6. Oké, nice. Sala niet te know. Gelijk de overtake button aan. Hier natuurlijk zoveel mogelijk plaatsen te pakken. Moeten buiten om langs gaan. Daar had ik helaas geen andere keus. Anders was ik met Verstappen gecrashed. P4. Dat is mooi. Het geweldige gedeelte van het circuit hier. Met de high speed corners. Niet zo high speed in mijn geval. En dan is dit toch wel het meest tricky gedeelte. Deze heb ik nog niet zo goed in de vingers. Bocht naar beneden. Flinke knik erin. Je ziet ook met een klein beetje afstand. Maar ik blijf de overtake button heel even gebruiken om in het kielzog te blijven van Max Verstappen. En ook dit natuurlijk weer een hele gave bocht. Ik wou zeggen flat out. En dat is ook zeker mogelijk. Als je maar niet de binnenkant van de curve raakt. En hier gaan we Max stappen pakken. Denk ik. Nog steeds zij aan zij. Maar nu toch echt achter mij. Charles Leclerc die ook misschien wel de grote rivaal van Max Verstappen gaat zijn dit seizoen. Natuurlijk een fantastisch coureur. En ik denk ook echt iemand van het niveau Max Verstappen. Klein moment van overstuur daar. En je ziet hoe snel ze dan ook gelijk wegrijden. Basissector. Dat is mooi. Die gelijk vroeg opschakelen.
maximale grip te hebben. Hier dus niet te vroeg op het gras gaan, want je staat zo zijwaarts. We zijn op dit gedeelte echt veel sneller, maar probeer hier maar eens in te halen. Dat gaat gewoon superweg niet. We gaan het straks op de streep proberen. Nu vol met die overtake button. Komen we dichterbij. Binnenkant houden. Maar alleen Bottas nog. Wel een DRS'je. Hier natuurlijk dat moment vorig jaar. Waarbij Lewis Hamilton 30 keer over de lijn ging. En toen Max dat één keer deed, moest hij gelijk de positie teruggeven. Waardoor we niet de winst pakten. Toch wel bijzonder om te zien. We hebben hier een DRS gelukkig. Waar Mercedes staat. Want we dachten natuurlijk allemaal dat die hevig aan het sandbaggen waren tijdens de testdagen. En wie weet is dat ook zo, hè? Dat moet nog maar blijken. Ik geloof het pas als ik het in Q3 zie. Maar die had het zwaar. Tijdens de eerste twee vrije trainingen. En trouwens ook tijdens de testdagen. Veel gestuiter, porpoising. Het is denk ik het sleutelwoord van deze nieuwe auto. Waar we het meest over gehoord hebben. Ook een radicaal design natuurlijk. En hier gaan we Bottas pakken. Hoop ik. Ja, dat moet wel lukken. DRS. En overtake button. En nu proberen zo snel mogelijk afstand te nemen. Want waarschijnlijk heeft hij hier een DRS. Ik denk het wel. Maar ongelooflijk om te zien waar Mercedes nu staat. En die stijt het ook dus als een gek. Het, is wel, het staat wel eens geril contrast met de eerdere uitlatingen van Hamilton aan het begin. Waarbij hij zei, my team don't make mistakes. Nou, ze hebben de oplossing nog niet gevonden. Nu hebben natuurlijk ook meer teams daar nog last van. Maar lijkt Red Bull... Ferrari lijken er toch veel minder problemen mee te hebben. En al redelijk tot een oplossing zijn gekomen. Ik wou zeggen, laten we het hopen, maar anderzijds geen Mercedes tijdens de titelstrijd. Dat zou ik niet willen zien, man. Hoe meer teams strijden om overwinningen. Hoe vetter en meer bijzonder het seizoen kan gaan worden. En Ferrari ziet er dus erg goed uit. Laatste ronde. Bottas op bijna een seconde. Toch een beetje voorzichtigheid geboden hier. Het is niet het moment waarop je wil gaan spinnen. In de bocht omhoog. En ik moet zeggen, ik kijk via Play dit seizoen. En ik moet zeggen, ik weet nog niet helemaal wat ik ervan moet vinden. Natuurlijk zijn net pas begonnen, dus geef ze absoluut de tijd. En terwijl Max Verstappen nu op P2 staat. Wij aardig wat tijd aan het verliezen zijn.
Dus even concentratie. Het scheelt 15e. Laatste rechtstuk. Hier heeft hij DRS. Maar niet vroeg genoeg. En dus, de eerste overwinning van het seizoen voor Charles Leclerc. Maar wat ik zei over Viaplay. Ik lees veel negatieve kritieken. Natuurlijk, dat betekent niet dat ze geheel ongegrond zijn. Maar geef het tijd, jongens, geef het tijd. Het is een nieuwe club. En niet dat Viaplay nieuw is, maar uiteraard de samenstelling van de nieuwe reporters, presentatoren en analytici. Die chemie moet nog een beetje groeien, dat merk je. Geef het tijd. Geef het tijd. Ik denk dat het helemaal goed gaat komen. En er zijn gelukkig alternatieven. Dus mocht je het echt helemaal niks vinden, F1 TV Pro, dat zou ik altijd een goede aanrader. A world-class win for a world-class team. Charles Leclerc. Ferrari, do it again. In de Ferrari. En ik denk dat dit niet een ongewoon beeld gaat zijn dit seizoen. Al zal Bottas waarschijnlijk niet daarbij op het podium staan. Had wel een zesde tijd in de tweede vrije training, als ik me niet vergis. Dus who knows? Who knows? We gaan het zien, jongens. Voor nu was dit mijn video voor de GP van Bahrein. With today's impressive result, Charles Leclerc steps into the championship lead. Now, let's discuss, Ant. Who would you say is a contender for driver of the day? Charles Leclerc showed exactly how to manage yourself out on the track today. He was almost flawless out there. Incredible stuff. Well, Ant, an end to another fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who joined us, and we'll see you for the next one. Dit was mijn video. Mijn eerste F1 2021 video voor 2022 seizoen, I guess. Zondagavond om 8 uur hebben we de eerste officiële league race. Dus mocht je daarbij willen zijn, je weet het, twitch.tv/coastgk. Maar voor nu wens ik jullie nog een hele fijne dag. Veel plezier bij de race alvast. En kijk nog even naar de replay. Later!